Hoe gaat het? Gaat goed. Ja, gaat prima. Er wordt hier hard gewerkt. Ja, dat hebben we voor de club over, hè. De handen worden uit de mouwen gestoken bij voetbalclub MSC in Meppel. Zaterdagavond speelt de club thuis de derby tegen stadsgenoot Alcides. Vanwege de grote belangstelling worden extra tribunes gebouwd. Van de supportersclub tot een klussenclub tot en met bestuursleden toe. Dus alles doet mee. Waarom help jij mee? Ik ben mijn vader die helpt ook mee. Dus ik dacht, ik ben vrij, ik help ook een handje mee voor de club. Vorig jaar kwamen ongeveer 2500 toeschouwers op de wedstrijd in de hoofdklasse C af. We hebben een relatief klein veld met weinig mogelijkheden rondom. Op het moment dat de mensen 2-3 dik staan, dan zien de mensen die in de achterste rij staan zien het niet meer. Vandaar dat we noodtribunes bouwen om toch iedereen een zo optimaal mogelijk beeld op het veld te geven en van het spelletje te laten genieten. De voetbalclub krijgt hulp van Oranjeborg uit Frederiksoord. Een instelling die zorg biedt aan mannen die zich moeilijk redden in de maatschappij. Wij hebben eigenlijk als doelstelling dat wij in die mogelijkheid iets terug.